In deze uitzending van NH Airtime wordt er met dit laatste vertrek ooit van een KLM Boeing 747 luchtvaartgeschiedenis geschreven. Schiphol Oost, 15 maart 2021. Een dag die de luchtvaartgeschiedenis boeken in kan. KLM sloot 50 jaar vliegen met de passagiers Boeing 747 af met deze laatste vlucht vanaf Schiphol. Sinds 1989 vloog KLM met 22 van dit soort Boeing 747-400's. De eerste vlucht met de klassieke KLM 747 was in 1971. In dit programma hebben we al vaker stilgestaan bij het afscheid van de blauwe jumbo's die vanwege de coronacrisis versneld werden afgedankt. Deze 747-400 met de naam City of Vancouver was de laatste in dat rijtje. Bijna alle KLM 747's zullen nooit meer vliegen, omdat ze gesloopt zijn of deels ontmanteld. De Vancouver gaat vermoedelijk na ombouw een tweede leven als vrachtvliegtuig tegemoet. Maar eerst wordt ze een tijdje geparkeerd in het Spaanse Teruel. 747 met dit vertrek de laatste 747 KLM 747 vertrek vanaf Schiphol en iconisch vliegtuig. Dank voor vele jaren ondersteuning, prachtige reiservaring en herinneringen. Wij zijn trots om nog één keer te mogen vliegen. Tot de volgende keer. KLM 747 cleared for takeoff. Op het YouTube-kanaal van NH Airtime vind je al die voorgaande uitzendingen en livestreams van KLM's Boeing 747-400. Via nhairtime.nl kom je er vanzelf. En voor wie geen genoeg kan krijgen van blauwe jumbo's, de vracht 747's van KLM vliegen nog wat jaartjes door. Thank you.